Nou, Daan Aanappel gaat openen. Gelijk een prima punt aan de kant van Bokasa. De rest van de schaaf valt wel heel goed, hè? Ja, die krijg je meteen om je oren. Is beter. Dan krijg je kansen. Ja. Ja, prima. Score aan de kant van ja, dit is mooi, hè? Ja, dit... Zo, een hele mooie aanval, mooie pipe, centrum, vrij inslaan. Service. Zo, geweldig gepakt. Geweldig gepakt. En uit, kijk! Ja, dit is mooi hoor. Ah, prima. Heel goed. Ik vind het wel slim van die Tuinstra, maar ik vind het gewoon gooien. Prima, mooie bal. Prachtige redding van jullie. Ja, dat klopt. Ja, voor Kazenhal. Dat was 7 meter hier. Prachtige score. Ja, het ziet er dan zo makkelijk uit. Ja, dan denk je dat kan iedereen, ja, maar dat kan echt niet iedereen. Je weet donders goed precies waar je die bal wil neerleggen. Imre Arnes kon die bal alleen nog maar oplossen. Het is een Bontrop met een prima redding, waardoor Kaas zijn tweede kans krijgt. Ja, prima. Ook is scherp aan het net. Nou, dit is ook weer een kans. Net fout, jammer. Ah, dat zijn wel ballen voor Tom. Ja, mooie ballen. Nou, bij Lekeurgens op de kant hebben ze in ieder geval ook wel plezier. Ja, Tom van Steen is blijft scoren. Ja. Ja, prima, ja, prima, surf, prima surf tussen die mensen in. Ja, goed gedaan. Dit zijn mooie ballen hoor. Ja, ja, hoor. Dus, hij moet Tuinstra diep houden, dat kan natuurlijk ook. Zo! Oh, wat een service! Ja, dat is echt heel goed hoor. Ja. Ah, jammer. Ja, hij krijgt het mee. Ja, dit hoort bij de beker. Heel mooi. Ja. Heel mooi. Oh, jammer. Zat in de service van Benny Tuinstra, die net een paar keer een zeer harde service had. Maar ook een paar keer fout, hè? Ja. Ja. Mooie blokkering aan de kant van Cambari. Maar hij prikt hem met net. Dat is mooi. Goed, ja, 24-21. En dan begint het toch te kriebelen. Ja, kan er een stukje plaatsvinden hier. Ah, mooie score weer van Benny Tuin. Zoveel tempo in die pipe. Echt. Prima paas aan de kant van Focasa. En een hele slimme tip Op Imre. Waardoor Focasa de eerste set vindt. Ik dacht met Koen ook geen kleine blokkeerder, maar hij gaat er gewoon overheen, lijkt het. Het zegt er een beetje bijzonder uit, maar
Weet niet wat dit was, eerlijk gezegd. Ja, ik ben in thuisstraat in land, grijp naar zijn hamstring. Ja. Iedereen schrikt hier op en hij loopt gewoon vrolijk door. Maar 1 april was gisteren, hè? Ja, precies. Oké. Hele bijzondere... Ja, rare actie. Ja. Zo, mooi gepakt voor die libero. Prachtig. Maar kijk, dit is goed. En een half speurtje doen. Prima paas van Ottervanger. Ja. Dit is gewoon een prima score van Jeffrey Vermeer. Ja. Ja, goed gepakt, Emre. Ja. Heel goed, Koen. Ja, prima via de blokkering weggeslagen. Koen van de Borden aan service. Een verraderlijke float vaak. Zo. Wat een hoogte. Mooi hoor. Mooi. Zo. Prachtige service. Die slaat hier heel mooi tegen de grond aan hoor. En echt, dat was het, 4-5 meter lijn. Ja. Hier slaat hij weer een ace hoor. En deze... Een Bontrop ook ondertussen het halve veld pakken. Van, ja. Dat koopt hij nu dus ook. Ja. Hij is er nu ook voor om zijn diagonaal ook half in de paaslijn te zetten. Ja. Het is een oplossing die je niet heel vaak ziet, maar het werkt wel, want het dient blijkbaar tot een fout, sir. Dus een bot op natuurlijk. Ja, nou is het inmiddels 16-5. Maar zeker niet laat zien wat je met wat lengte kan en probeert hem af. Kijk, dit zijn gewoon kansen. Je moet die scoren. Maar hij geeft hem in. Hij moest er bijna erin floteren. Ja. Oké, Thies. Nou, in ieder geval Thies alert. Ja, maak hem maar moe, zegt de coach dan. Hè? Ja. Hij moet hem ook meer... mooie bal. Goed tempo. Jongen, die loopt een mooi tempo, hoor. Ja. Ja. Joffrey van Gent kon de bal inslaan op een eenmansblokkering. Ja, daar ben ik helemaal met je eens. De surfdruk wordt er heel hoog hiervan. Ja, prima paas op Thies Cornelis. En een goede score over het midden van Duco Kroot. Ja. 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 En met deze tipbal van Kambari wordt de bal, komt de score op 1-1 in sets uit. Ja. Is die wat onrustig? Ja, prima paas van Ottervanger. Ja. We hebben het over airtime. Ja, ik denk dat Koen van de Borden airtime. Ja. Dat is goed. Ja, prima paas. Dus nu scoren we door de keuze kansen komen. Zo! En wat een pijpaanval van Imre Harnesmacher. Maar Lycurgus haalt de bal prima op. Oh nee! Dat hoort erbij, hè? Kijk, nu moeten ze gewoon weer scoren. Prima! Kijk. Uitstekend, Tom. Prima, wie de handen weggeslagen. Als het spannend wordt, gaat die bal daar naartoe. Dus de gretigheid bij de tegenstander, die richt zich daar ook op. Ik hoop wel dat... dit is te makkelijk. Dat zijn Tambari aan service. Nou! Is wel heel bijzonder. Fluit ik hem af. Goed. Ja, prima. Prima scoren. Ja, maar... Prima. Ja, een prima paas van Ottervanger. Ah, jammer. Van de Schaaf scoort via de blokkering. Ja. Die Godzak is wel een goede serveerder. Dus die is inderdaad heel creatief.
Hier. Scoort en. Prachtige bal van Potsdam. Nu staat de paaslijn echt duidelijk anders aan de kant van Kaza. Ja. Nou, je ziet het, hè? Een foutservice. Ja. Nou gaat u. Zeker. Nu ook weer. Ah, prima. Ja, heel mooi. Ja, nou, dat was dit zeker. Ja, goed Imre. Imre Harnes mag al laten zien dat hij een goede serveerder is. Maar Koen. Ja. Maar een kans voor elkaar, hè? Dat is echt jammer. Ja. Nou, dat zijn van die punten dat komt er nog twee keer in de Eredivisie en daarna nooit meer. Ja, dus ja, dat klopt. Ja. Dat hoort ook bij dat leerproces. Hè? Ja. En de bal uitgeslagen, waardoor de stap nu 25-20 komt in voor Liekeurger. Jammer. Ja, is technisch heel goed hoor, wat hij doet. Kijk, nu weer een kans. Nu moeten ze hem scoren eigenlijk. Ja, prima, Rally. Prima. Scherp. Van de Schaaf en Otte vangen, hoe die in dat achterveld anticiperen. Dat is echt prachtig om te zien. Hè? Zo. Ja, zie je, Tom van Steenis probeerde ook een bal te laten vallen, maar hij valt net te diep, waardoor het een hele makkelijke bal wordt. Ja. Ja, hij moet hem dan wel gewoon keihard inslaan, want het was gewoon vrij inslaan eigenlijk. Goeie paas. Zo. Steeds harde bal, maar prima gepaasd van de Schaaf. Die is ook uit. Ja. Het kan alleen maar fout gaan. Ik heb wel eens meegemaakt dat ze hem inderdaad een tacht net tegen zich aan kregen. Ah, mooie hard. Mooie harde aanval. Ja, maar ja, echt. Prima. En is Borst aan service. Ze pakken nou al veel hoor. Ja, nu nog blokkeren aan de kant van Volkazen. Nee, het is echt een wedstrijd nu. Oh, leuk. Kijk. Oh, wat een redding van Daan Aanappel. Maar Liekeurs krijgt een tweede kans om op score te komen. Maar oh, mooi blok van Duco hoor. Geweldige blokkering. En mag hem en maakt een hele mooie actie van Duco. Wat een actie van Duco Kroon. Ja. En ook van Daan. Dit is ook goed. Prima scoren. Ja. Prima van Tom van Steenis. Prima. Ja, prima. Zo! Wat een score van Kent. Ja, goed op hè. Jongen. Uit. Die bal is uit. Als ik nu zou coachen, dan zou ik hem echt alle druk op Tuinstra gaan zetten. Nou, kijk wat het antwoord van Vakaza is. Oh, nou, hij helpt ons. Dus dat is een... ja, prima surf van Duca Kroot. Oh! Ah, hey! Oh, sorry. Steven kan even niet de supporters hard onderdrukken. Ja. Het zag er echt niet uit. Nee, dan moet je consequent blijven fluiten. Dat doet hij dan goed. Jeffrey Palanca helemaal meteen niet laat zien hoe je goed kunt scoren. Ja. Ah, mooie surf, Duco. Prima. Uit. Harde bal. Ja. Nee, ditmaal slaat Duco Kroot de bal ruim uit. Kijken wat de Canadees dit keer kan laten zien. Ja, een harde serve op Dustin Bontrop, maar die brengt die bal prima onder controle. Goede blokkering van Gent, maar de bal wordt verdedigd. Ah, en ditmaal slaat Imre Harnesbacher de bal via de handen uit. Schaaf die maakt een belangrijk punt hier in de handen van Imre Harnesbacher. En laat met zijn ervaring zien hoe je tot scoren komt.
prima bal van Koen van der Boorden, maar goed verdedigd door de Keur natuurlijk achterveld. Oh, weer! Nu is het echt voor de bal. Met strijd aan beide kanten. Nu krijgt Lycurgus een grote kans om tot scoren te komen. Maar prima blokkering. Weer gepakt. Mooi dan! Lycurgus komt tot scoren in dit vechtpunt. Prima. Wat een blokkering van Dennis Borst. Het hoort ook een beetje emotie bij, hè? Hele mooie bal hoor, van Dana van Koen. Het is ook een keer toch lastig om zo snel te moeten stappen. Ja. Van Gent sluit de bal hard in. Had ik een eenmaal blokkering tegenover zich. Zijn dat je goed spelen? Ja, prima weer van Tom Stenis, uitstekend. Interessant hoor. Uit. Oh, Koen, raakt hij de bal aan met Jammel. Die bal was aan Gent aan service. Ja. Ook met een harde service. Ja, of is een... Of een vallende bal. Oeh, Duco, mooie bal, jongen. Nou, die slaat hem wel heel hard lekker door hoor. Prima. Ja, zeker. Oh, die is ook goed. Driemans blokkering die de bal wel remt, maar niet scoort. Net fout aan de kant van Advocaat. Ja, het is net fout. Uit. Ja. Fantastische bal. Ja, het is een matchpoint voor Lycurgus. Ja, we gaan het zien. Oeh, en heeft ook een goede service. Oh, dit wordt de kans. Waardoor Lycurgus een kans krijgt om de wedstrijd binnen te halen. Ja, die hebben we, die hebben we. Ja, nou kunnen we het overnemen. Wat doet hij nou? Ja, dit. Ja, dit is mooi hoor. Ja, dit is mooi. Ja, dit staat nog één matchpoint voor Lycurgus. Ja, dus ja, we zijn er nog. Ja. Duco Krook als serve zie ik. Ja. Op matchpoint voor Lycurgus. Ja. Dag, matchpoint, ja. Over de dood en gladiolen gesproken. Ja, ja. Prima, snap ik. Ja, jammer. Jammer. Vierde blokkering uitgeslagen. Ja, en hiermee is Lycurgus plaats zich voor de halve finale voor de beker. Ja. En ze zijn er toch wel blij mee, zie je. Ja, en terecht, want het zat veel. Het was een spannende wedstrijd, een leuke wedstrijd. Ja. En Vokaas heeft zich tranen verweerd. Ja, vind ik ook. Vokaas heeft het echt goed gedaan. Behalve die tweede set. Die andere drie sets was echt absoluut. Ja, mooi volleybal gezien. Ja, gewoon strijd. Moest echt voor gespeeld worden.